Ja, hallo Benny, goedemiddag vanaf de Wildzang. Naast het Business Zone, we zijn lekker buiten gaan staan met trainer Lucas Hoekman, trainer van Nunspeet. En de trainer van KFC, Kevin Dermisoglu, is er niet bij, want die heeft andere verplichtingen, kon helaas niet langer wachten. Dus we gaan napraten met de winnende trainer, want het is inmiddels 6 op een rij, Lucas Hoekman. Maar vanmiddag was het eindgoede al goed, zou ik haast willen zeggen. Nou, ik ben heel blij weer met deze 3 punten. Het was een collectieve topprestatie. Het was niet altijd even goed qua voetbal. Maar we moeten ook niet vergeten dat de KSC voor ons toch wel een soort angstgegner is. Veel punten al verspeeld in het verleden. En hebben gewoon ook een goede ploeg met een paar voortreffelijke spelers erbij. En ze hebben het vandaag misschien niet meer nadat ze verloren hebben. Maar ze hadden de minste aantal verliespartijen hoor, bij ons in de klasse. Ja, want het is Nunspeet wat op voorsprong komt opnieuw via een prachtig doelpunt van Dominique van der Gif. Vorige week had hij dat ook wel tegen Dos Kampen. Maar daarna toch weer dat achteruit voetballen. Ja, we willen niet achteruit voetballen. Dat lijkt dan zo omdat de tegenstander gewoon beter in de wedstrijd komt. Ik vond tot het doelpunt dat wij een hele goede fase hadden. En voor mij is een goede fase dat je niet na 2 keer de bal kwijt bent. Maar dat je 6-7 keer balbezit hebt, ook in de lengte van het veld. He, dat lijkt het op voetballen. En na de 1-0 kwam inderdaad KSC kwam terug in de wedstrijd. En dan komen ze toch wel een beetje uit het niets op de 1-1. In de 44e minuut. Lastig moment voor ons. Dus we hebben dat eigenlijk met elkaar besproken in de rust. En we hebben ons daar niet door laten dat we aangeslagen waren. We hebben geprobeerd daarna het weer op te pakken. Maar het begin was voor KSC van de tweede helft. Een aantal keren dreigend. En niet omdat wij achteruit liepen, ik zeg het nogmaals. Gewoon omdat hun heel goed liepen te voetballen. En dan moesten we iets gaan doen. Hebben we het systeem omgezet. Wissels doorgevoerd. Nou, en de wissels beslissen voor ons uiteindelijk de wedstrijd. Dus daar kun je heel tevreden over zijn als staf. En je moet eigenlijk dan in de laatste fase. Als het 2-1 is en KSC gaat alle risico's nemen, dan moet je de overtalsituatie die moet je benutten en dan moet je de wedstrijd beslissen. En nu moet Jardy toch, en een bal op de paal nog van KSC, Jardy moet nog met 2 voortreffelijke reddingen de overwinning voor ons uit de vuur slepen. Ja, dat was al in die fase voor dat doelpunt, dat KSC via die nummer 9, die Hussein Ali, heel gevaarlijk was. Nou, een hele goede speler en dat wisten we ook. En we wisten ook wat zijn kwaliteit was en dan is het weer zijn kwaliteit dat hij toch scoort. Want we wisten wat hij ging doen. We wisten dat hij à la, onze oud-international naar binnen kwam. En dan met links uit gaat halen. Ja, prachtig, prachtig was het in ieder geval om te zoen. Ja, de paal redde Nunspeet ook. Niebeek redde Nunspeet. Uiteindelijk maak je het zelf af, hè? We maken het zelf af, ja. Gelukkig wel. En als je dan grosso modo de streep moet trekken en je gaat het analyseren, dan heeft vanmiddag de gelukkigste gewonnen. Ja, want is het een terechte overwinning? Terecht is hij altijd dat je ervoor knokt zoals wij doen, maar het was wel met geluk. Ja, want KC heeft ook wat ruimte gehad inderdaad om die wedstrijd ook in ieder geval weer gelijk te trekken. Het is gewoon een prima ploeg. Die mannen die scoren dan misschien een beetje moeilijk dit seizoen, maar ze laten zien dat ze voetballen kunnen. Maar wat is dat dan met KC dat een angstkekener is? Natuurlijk, we hebben dat jaar geleden ook gezien toen Nunspeet op het punt stond om wellicht kampioen te worden. En uiteindelijk was het KC wat toen het Nunspeet zorgde dat het niet gebeurde. Ja, dan zou ik het verleden moeten analyseren. Maar elke club heeft van die tegenstanders waar je altijd moeilijke wedstrijden tegen speelt. En voor ons is KC er een. En als je hem dan wint uiteindelijk en je blijft naar boven, je mag naar boven blijven kijken, dan zijn we allemaal heel tevreden. Ja, het is opnieuw 3 punten. 6 op rij, ik zei het al eventjes. Ja, hoe lang is dat geleden? Dat moeten jullie weten. Jullie zijn de historici hier. Ja, het is heel lang geleden. 7 op een rij hebben we het laatste laten vertellen wat dat betreft. Maar ja, inmiddels 3rd op de ranglijst. Het puntverschil is heel erg klein bovenin. Zijn de doelen voor dit seizoen bijgesteld? Ja, die zijn wel bijgesteld. Kijk, daar waar we nu staan. Hebben we alle mogelijkheden dat we straks misschien wel in de nacompetitie verschijnen. Kampioenschap is, er zijn ploegen die daar misschien meer aanspraak op mogen maken en kunnen maken. Maar zolang we blijven winnen doen we mee, Fred. Ja, maar goed, nacompetitie betekent wellicht ook promotie. Zou je dat überhaupt willen op dit moment? Nou,
vind promotie, om nu al over promotie te spreken, dat is een beetje te vroeg. Laten we daar nog een paar weken mee wachten. Ja, maar de aanhang gaat daar wel al over beginnen. Dat is alleen maar leuk. Laat ze maar komen volgende week met 800 tot 1000 man in de topper tegen DTS. Ja, want DTS, je noemt hem al, maar ik noem er nog even bij CSV Apeldoorn, ook DZC68, de drie ploegen eigenlijk die strijden om het kampioenschap. Nunspeet heeft zich daar nog tussen gewurmd. Komen alle drie nog naar de Wildzang toe? Ja, dat worden topwedstrijden, hoop ik. Ja, het gaat goed met de groep. Vanmiddag scoort ook Vincent Huisman weer. Je brengt hem in als wissel. Goed voor zijn vertrouwen, want hij heeft er natuurlijk een aantal weken toch wel naast de basis gestaan. Ja, het is bij ons op dit moment zo dat wij 18 basisspelers hebben. En soms kun je pech hebben, een blessure, een schorsing. Je vervanger doet het goed. Dan moeten wij eerlijke afwegingen maken als trainer. En dat doen we als staf. Oké, duidelijk. Nou, ik wens je een fijn paasweekend. Dankjewel. En volgende week, DTS, hè? We gaan ons uiterste best doen volgende week om DTS met punten, zonder punten naar huis te sturen. Ja, want die hebben nog wel iets goed te maken, hè, van die wedstrijd in Ede. Dat was onze allerbeste voetbalwedstrijd van dit seizoen, tot de Ede. Dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Als we dat niveau aan kunnen tikken, ja, dan kunnen we misschien tot de laatste wedstrijd mee blijven doen. Dankjewel, Lucas Hoekman. Dat was het vanaf de Wildzang, waar Nunspeet vanmiddag de zesde achtereenvolgende overwinning weet bij te schrijven. En vandaag is het KAC wat aan de zegekar is gebonden. 2-1 werd het hier op het Sportpark de Wildzang.